En vooral 's nachts, hè. Wij liggen hier bij deze kant. Je wordt gewoon soms uit bed geblazen. Het is absurd. Bewoners rondom het kruispunt De Molenweg en de Wolfkelseweg zijn de verkeersoverlast hier spuugzat. Al jaren ontstaan er veel gevaarlijke situaties omdat er veel te hard wordt gereden. En de meisjes s'avonds met de spetsuur en dan komen ze villa auto's hier. En hij ook die motoren, die rijden ze jouw vak, hè. En dan geven ze gas, weet je wat. En dan kan je, als je in de tuin zit in een boek te lezen of dit, dan horen allemaal de herrie hier, weet je wat. Ik heb ooit een ongeluk meegemaakt, hebben ze hier doodgereden. Die man helaas, kon die man die het gedaan niks zo noemen als de man van de gemeente. Hè. Maar het gebeurt. En er is geen enkel ontzag meer. Ze rijden een schekken. En dan moet, als je hier op de te stoppen ligt, op een groene staat, dan moet je nog opletten als je oversteekt. Als een reiziger zo op zijn voeten. En vooral 's nachts, hè. Wij liggen bij deze kant. Je wordt gewoon soms uit bed geblazen. Het is absurd. Echt ja. Absurd. Inmiddels is er een petitie rondgegaan waarin bewoners de gemeente vragen snel actie te ondernemen om er weer een veilige stadstraat van te maken. Wat hoopt u dat de gemeente gaat doen? Nou, maatregelen die ze moeten nemen. Dat is heel simpel. Ze doen alles voor meneer Bruls, en ik heb geen hekel aan Bruls hoor, maar alles voor meneer Bruls. Er wordt netjes de stoep geveegd en allemaal geregeld. We hebben net zoveel, iedereen heeft net zoveel rechten als Bruls, dus dan moet je ook hierop komen voor de mensen die er last van hebben. De gemeente laat in een reactie weten dat ze na de zomer met omwonenden bekijken waar en wanneer in de week de overlast het grootst is. Vervolgens zal de politie gevraagd worden om op die momenten gericht te handhaven.